Hey en hallo, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Vraag het Internet Miljonair aflevering 10. Aflevering 10 dus. En wat dat betreft is het nu een van de laatste afleveringen, eigenlijk de laatste aflevering. Toen ik begon met Vraag het Internet Miljonair heb ik voor mezelf bedacht dat ik 10 van deze afleveringen zou maken. En daarbij is het natuurlijk nu nummer 10. Dus wat dat betreft zijn we aan het eind van deze race. Het was een boeiende, leuke, grappige ervaring om vragen binnen te krijgen via Facebook en deze dan te behandelen vervolgens middels een video. Aan elk leuk iets komt een eind. Dus wat dat betreft is dit een mooi einde, denk ik, voor Vraag het Internet Miljonair met een paar kleine vraagjes die ik heb binnengekregen op 8 mei. De eerste vraag is van Paul Oudshoorn, en die vraagt: weet jij ook een plek voor beginnende Magento-bouwers? Wat ik nog steeds zie is dat er op Internet Miljonair een hele hoop webwinkel en Magento-aanhangers en specialisten hangen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar stond ik natuurlijk voornamelijk vroeger ook onbekend om een hele Magento-oeuvre, om de webwinkel die ik natuurlijk zelf gebouwd had, eiwitpoeder.nl, en ook nog wat andere webwinkels zoals Booglamp en allerlei van dat soort dingetjes. Alleen het laatste jaar heb ik geen Magento-webwinkel meer gebouwd. En eigenlijk ben ik ook een beetje uit die hele scene en uit die markt ben ik een beetje vertrokken. Waarom? Nou, ten eerste omdat ik het eigenlijk dus gewoon niet zo heel erg leuk vind om te programmeren. Dus dan houdt het eigenlijk al snel op. Ten tweede weet ik dat ik op een gegeven moment ook een eind wil gaan reizen. En die reisplannen staan nu wel redelijk vast. Super leuk dus. Maar ja, stel dat jij ergens in Argentinië zit of weet ik veel wat en je webwinkel ligt eruit. Ja, niet op elk moment en elk tijdstip en elke plaats heb je natuurlijk internet daar. En om daar dan helemaal rustig te gaan zitten en je webwinkel weer in elkaar te fietsen, dat leek me een minder goed idee. Dus ik heb heel het bouwen van mijn laatste webwinkel heb ik uitbesteed. En tot grote vreugde. Zoals ik laatst 3 weken geleden was, volgens mij was ik met 10 vrienden was ik in, waar was het ook weer? In Praag. En ik kwam daar, ik ging vrijdagochtend ging ik weg. Ik kwam daar vrijdagavond, kwam ik daar aan, kreeg ik een belletje van: ja, Mitchell, je site is gehackt. Of eigenlijk kreeg ik een e-mailtje van een vrouw. En die zei niet eigenlijk dat mijn site was gehackt, alleen ze zei meer zo van: ik had net een nieuwsbrief eruit gestuurd en ze zei van: ja, ik wil wel graag iets bestellen, maar het lukt niet, want de site ligt eruit. Dus ik kijk en ja hoor, de site was op een of andere manier was die stuk. Dus ik bellen naar mijn contactpersoon bij het bedrijf waar ik mijn webwinkel laten bouwen. Nou ja, binnen een uurtje was de boel weer online, zonder dat ik er zelf iets aan hoefde te doen. Dus wat dat betreft was het echt dikke prima en daar ben ik echt super blij mee. Dus, maar dat geeft helemaal geen antwoord op jouw vraag eigenlijk. Weet jij ook een plek voor de beginnende Magento-bouwers? Nou, het enige wat ik kan zeggen is: ga eventjes naar hangmatwebwinkel.nl. Dat is een weblog wat ik zelf heb opgestart. En daar kun je een cursus volgen. Die cursus duurt 7 dagen. En in die 7, het is trouwens een gratis cursus. In die 7 dagen leg ik je uit hoe je Magento installeert, hoe je een thema installeert, dus hoe je dit kunt aanpassen naar je eigen huisstijl, hoe je Ideal erop zet als betalingsmethode en allerlei van dat soort dingen. En eigenlijk aan het einde van die cursus staat er een Magento webwinkel. En deze cursus is wel een beetje verouderd, weet je wel. Hij is natuurlijk al van 2 jaar geleden heb ik die cursus denk geschreven. Dus ja, hij gaat niet met de laatste Magento versie verder of zo. Maar ik denk dat hij wel heel erg nuttig kan zijn voor de beginnende Magento webwinkelbouwer. Dat was jouw vraag, Paul. Bedankt. Angelina van Kemenade vraagt mij eigenlijk 2 dingen. Ze vraagt eerst wat maakt een website tot een autoriteit. En ten tweede vraagt zij: hebben Twitter, Google+ en LinkedIn toegevoegde waarde naast Facebook voor je website? Tweede vraag zal ik eerst beantwoorden. Hebben Twitter, Google+ en LinkedIn toegevoegde waarde naast Facebook, naast je website? Voor mij niet, ik gebruik het niet. Twitter gebruik ik heel zelden, heel matig. Google+ gebruik ik gewoon niet. En LinkedIn gebruik ik ook niet. Ik heb dus overal wel accounts voor, maar ik gebruik het zelf niet. Dus voor mij heeft het geen waarde. Ik weet wel dat andere mensen er veel mee doen en dat ze daar ook succes mee behalen. Maar voor mijzelf gebruik ik het niet. Waar ik ook voor wil waken, zeg maar, is dat ik in elk
Elk traffic gat spring wat ik tegenkom. Ik bedoel, nu is het bijvoorbeeld weer Pinterest, weet je. Ja, daar kan je ook alweer inspringen als een leeuw die een zebra ziet. Alleen, je moet eigenlijk, vind ik, teruggaan naar de basis. En dat is het toevoegen van waarde, het toevoegen of het creëren van content met waarde, zeg maar, op jouw website, waar mensen echt naar op zoek zijn, wat mensen echt willen lezen en wat, wat mensen echt bindt aan jou, zeg maar, als persoon. En dan kom ik eigenlijk direct ook op jouw eerste vraag. Wat maakt een website tot een autoriteit? Nou, wat ik denk dat jouw website tot een autoriteit maakt, is het volgende. Ik denk dat een website een autoriteit wordt als jij gedurende een langere periode, dan praat ik echt over meer dan een jaar, op regelmatige basis goede content verspreidt die mensen echt willen lezen. Dus waar reacties op komen, wat mensen willen delen op Facebook, wat mensen willen delen op Twitter en dat soort dingen, zeg maar. Ik denk dat dat een website tot een autoriteit maakt. Maar misschien hebben andere mensen hier andere ideeën over. Ik hoor het graag bijvoorbeeld in de reacties. Als jij een ander idee hebt over, het, over wanneer een website een autoriteit is. Dan wil ik bij deze eigenlijk deze hele leuke rollercoaster tijd van Vraag het Internet Miljonairs afsluiten. Dit was aflevering 10. Wil je de vorige aflevering nog even nakijken, dan kun je hieronder kun je alle links vinden naar de, naar de eerste 9 vragen te Internet Miljonairs. Wat mij betreft, ik ben echt mega hard bezig met een aantal projecten. Er komt binnenkort een nieuw boek uit, een nieuw e-book, het vervolg op Van Student tot Internet Miljonair. Dus houd het in de gaten. Mijn coachingprogramma gaat weer opnieuw open. En ik heb op zeer korte termijn heb ik een super tof artikel over copywriting met de naam Schrijven als een Pro. En dat gaat denk ik ook alweer wat stof doen opwaaien. Dus ik zie je graag snel. En kijk uit naar het volgende artikel. Schrijven als een Pro. En ik zie je snel terug op Internet Miljonair. Bekijk het forum. Laat een reactie achter op deze vraag, de Internet Miljonair. En ik zie je snel. Groetjes, doei doei.